Goedemorgen iedereen! Nou, welkom terug iedereen bij een nieuwe video van Blu-ray Daddy 80's. Het is nu 20 na 5. Ik ben 4:15 opgestaan. Waarom? Omdat we naar de rommelmarkt gaan natuurlijk. En ik ga niet alleen, vandaag gaat de Leslie nog een keer mee. Leslie is een goede vriend. Hè? Dus je hoort het goed, vriend. Voor de mensen die het nog niet kennen, vriend, dat zijn mijn vrienden. En wij noemen elkaar vrienden, in plaats van vrienden. Dus ik ga nu achter hem en we gaan normaal twee rommelmarkten doen. In Gent, maar dus we gaan zien of dat toch allemaal wel doorgaat, dit en dat. Kijk, het is groen, ik ga doorrijden. Ik ga eerst een keer versmijten. Voilà, zie, dankjewel. Dus ja, het is Gent te doen, hè, vandaag, dus ik ga een beetje Gent moeten klappen. Hè, ja. Ik ben van Gent, ik heb al heel mijn jeugd in Gent gewoond. Dus ik ben er geboren, ik ben echt Gent naar Rijks, weet u wat? Dus ja, twee rommelmarkten daar en we gaan wel zien wat we allemaal gaan vinden. Ik ben ondertussen aan een bakker geweest. Achter een chocoladekoekje voor onze Leslie, want het is met een vriend nog een keer. En ja, we gaan er een leuke voormiddag van maken. Hè. Voilà, allee, ga jij mee? Weet je wat, pak iets voor te eten, pak iets voor te drinken, zet je op je gemak en achter je computer, achter je smartphone, achter je tablet, weet ik veel, achter je tv. En geniet van de vlog. Allee, tot ze beet, de gast. Maar dat is eigenlijk wel Antwerps, dat ik aan het babbelen ben. Hè. Dat is niet zuust, de maat, dat is niet zuust. Ik zal het echt nieuw doen. Het dorst, wat pakt u iets voor te eten? Het dorst, pakt u iets voor te drinken? Het honger, pakt iets voor te eten? En zet u achter uw gsm, zet u achter uw tv of zet u achter uw tablet. Dit is mij niet, maat. Pakt gewoon iets en tot beet. Yo! Ja, we zijn hier op de tweede rommelmarkt in Drongen. Dus hoe is dat mee gedaan in een garageverkoop in Wottendolhem. En wat hebben we nog gedaan? In Gent ergens iets. Ja, de Leslie is hier ook nog altijd, maar hij komt niet in beeld. Want Leslie wil totaal niet in beeld. Kijk, hier is hij dus. Voilà, zie. Ja, het zeg ik niet gezien. Hoe is het anders nog, Leslie? Voilà, zijn gezicht is nog altijd niet te zien. Maar zolang dat hij naar daar kijkt, is het goed. Ja, dus is nog altijd... De goede oude Leslie. Sommige mensen denken dat je doofstom bent. Dus kijk. Is echt? Nee, niks voor u? Nou, ik mag hem niet filmen. Nee. Kijk, sorry. Allee. Salut. Freedom!
Voilà die mensen. En ondertussen zijn we dus weer thuisgekomen van de rommelmarkt. Ik heb me echt goed geamuseerd. Het was lang geleden dat ik Leslie een keer gezien had. Maar ik ben mega moe. Ik heb misschien zien aan mijn ogen. Want het was echt super vroeg. Dus wat is er allemaal gebeurd? 5:10 ben ik hier vertrokken. 5:40 was ik bij hem. We zijn eerst naar Isegem gegaan. Daar was er niks. Dan zijn we naar Drongen geweest. En we komen daartoe. En de mensen van de organisatie zeggen: ja, maar ja, het is maar vanaf 10 uur. Ik heb nog nooit een rommelmarkt geweten die maar pas begint om 10 uur. Maar oké, niet aan te doen. Dan vandaar zijn we naar een andere rommelmarkt geweest in Gent. Dat was daar zo marginaal daar, dat was niet normaal. Het was gewoon zo'n vuile boel. Het onkruid stond langs alle kanten, ik weet niet hoe hoog. Ik versta niet dat ze daar nooit een keer niet opkuisen of zo. Maar ja, dat was gewoon niet normaal. Maar ik heb wel een paar dingen gevonden. En vandaar zijn we dus naar Wondelhem gereden. Daar was de garageverkoop. Daar heb ik niet zoveel gevonden, bij 2 of 3 dvd's of zo in totaal. Ja, en dan vandaar zijn we teruggegaan naar Drongen. En tegen dan stond alles al vol. En dat was wel een grote rommelmarkt dat de moeite was. Pardon. En ja, we gaan een keer tonen wat we dus vandaag allemaal gevonden hebben. Ik ga met een bril weer aan doen. Dat we goed kunnen zien. Hè? Goed, en we gaan beginnen met het begin. Ik zal eerst de dvd's tonen. Ik heb dvd's, ik heb blu-rays. Ik heb nog andere items. We gaan het een keer allemaal tonen. Goed, we gaan beginnen bij het begin. Het eerste dat ik gekocht heb was een Horror Box 3 dvd collection. Dat was 1 euro voor heel de box. Voilà. Zijn dat goede films? I don't know. Death of Evil zit erin, The Attic zit erin en 75 zit erin. Dus voilà, schone box voor 1 euro, dik in orde. Dan de volgende film heb ik ook 1 euro betaald. Winnaar van 2 Oscars, een wit-zwart film van de oorlog, Battleground. Ook nog nooit gezien, nog nooit van gehoord. Dus, maar er stond op, winnaar van 2 Oscars, dus dat zal misschien wel een goede film zijn. En het staat op Bastogne. En wij zijn nu, vorig weekend, zijn we naar Bastogne geweest. Dus ben wel een keer benieuwd voor die film te zien. Dan de volgende film. Koen, mijn maat en Leslie. Mijn nicht al een keer over vertaald. Zullen zijn dat dat een hele goede film was. Ik had hem ook nog nooit gezien. Heb ik gekocht voor 50 cent. Dat was Lord of the Flies. Mensen moeten ook altijd reageren, als je het wat ziet of zo, dat je aanstaat of niet aanstaat, weet ik veel. Laat ik comments op YouTube. Ik heb dat graag, dat is de max voor allemaal te lezen. Dus Lord of the Flies, ook nog niet gezien, voor 50 cent. Dan de volgende film was gratis eigenlijk. Het was iemand die zei van, ik had een paar dvd's gekocht en zei van, ja, pak maar al de rest mee. Ben er toch vanaf. Oké, dankjewel. En ik had hem nog niet. Dat is met Eddie Murphy van Disney. The Haunted Mansion. Voilà. Heb ik ook nog niet gezien. Dus ben ik ook wel een keer benieuwd achter. En het was gratis. Dus dik in orde. De volgende film dat ook gratis was. Die erbij zat. Was, maar die heb ik al op Blu-ray. Maar misschien wil er iemand anders hem wel. Dat is de 2-disc special edition, inspired by a true story, een steelbook. En dat is Michael Bay's The Texas Chainsaw Massacre. Voilà, dus een steelbook ervan op dvd. Wel een chique uitgave. Er zitten 2 discs in, voilà. En die was ook gratis. Dan de volgende heb ik een euro betaald. Dat gaat over het leven van B.I.G. Ik weet niet hoe dat jij... Hoe noemt dat je B.I.G.? Biggie? Ja, Notorious Biggie of zoiets? Ja, weet ik veel. Ken al sinds die muziek, maar ik weet niet hoe dat... hoe uitspreken. Dus de film Notorious, die heb ik wel al een keer gezien. Dat was een hele goede film. Dus ja, over het leven van die zanger. Hey, rapper eigenlijk. En dat was 1 euro.
Dan de volgende film is met Liam Neeson, Catherine Zeta-Jones en Owen Wilson. Heb ik vroeger nog in de cinema gezien. Dat was denk ik mijn eerste horrorfilm dat ik ooit gezien heb in de cinema. En ik ga bijna nooit naar horrors gaan kijken in de cinema, want dat is veel te creepy. En er ligt een stofje op mijn lens. Voilà. Die is ook weg. En dat is een Jan de Bond film. Dat is The Haunting. Voilà. Ik vond dat een vrij goeie film. Echt waar. Dus ik ben wel een keer benieuwd voor hem te zien. Ik vond dat ook wel mega creepy in de tijd. Van dat te kijken in de cinema. Dus, maar die sticker moet ik wel nog afdoen. Ik ga even kijken of ik hem nu vlug afkrijg. In 3, 2, 1. Ja, dat gaat lukken. Ja, zo. Oké, dus niet volledig. Dat gaat lukken. Ja, voilà, het is eraf. Dus dat was The Haunting. Dan, de volgende film. Heb ik nog geen een van de drie gezien. Het was 50 cent, dus kost het niet laten liggen. De eerste heb ik niet gezien, de tweede heb ik niet gezien. Dat is de derde, dat is It's Alive 3. Island of the Alive, voilà. Dus ik heb nog niet de eerste gezien of de tweede. Maar het is een horrorfilm, dus ben ik benieuwd hoe of wat, of dat dat goed is. Laat ik je weten, mensen, of dat een goede trilogie is, want ik weet het echt niet. Goed, de volgende film interesseert mij eigenlijk niet, maar ik kon het gewoon niet laten liggen, omdat het maar 1 euro was. En voor zo'n box, voor 1 euro, heb ik gewoon, ja, ik heb het gewoon moeten meepakken. En dat is de Gone of the Wind, Gone with the Wind. Box, dus het is echt een mega schone box, voor 1 euro was dat. Dus zo, voilà, zo, dan kun je hem open doen, nog een keer zo, dan kun je zo, en dan kun je ook zo, en dan kun je zelfs nog een keer zo. En er zit nog een heel boekje bij, dus ik weet eigenlijk niet, is dat één film of niet, geen idee. Gelezen, 223 minuten. Ofwel, ja, de film, ja. Dat zal een film zijn, maar dat is allemaal, die twee, de tweede en derde en de vierde disc zijn allemaal extra's. Dus ik ga er wel eens een keer naar kijken, ben benieuwd. Winnaar van 10 Oscars. 10 Oscars, waaronder beste film, 1939. Dus, ben wel een keer benieuwd. Dus voor 1 euro, dat was echt super goedkoop. Dan de volgende film heeft mijn goeie vriend Angelo van het werk, mijn collega, gezegd dat het een klassieker was, dat het een goeie film was. Ik had hem ook nog nooit gezien, dat is Battle Royale. Voilà, nog nooit gezien. Ik heb er wel al veel dingen van gehoord dat het echt goed is. Dus ik ben nu wel een keer benieuwd voor hem te bekijken. Dan de volgende film was 50 cent, de max dat ik dat gevonden heb. Dat is Flashdance, met zo'n speciaal coverke, eigenlijk een soort van t-shirt. Zo, en je kunt zien, hier heeft ze dezelfde t-shirt aan, dus ze hebben daar zo'n special edition gemaakt. Voilà, dat was 50 cent, dus de max dat ik daar in de collectie heb. Dat is gewoon laten voor hier in de movie room, voor dat uit te staan. Voilà, dan gaan we over naar de Blu-rays. De volgende box heb ik eigenlijk al, maar het was 1 euro, dus ik kost het niet laten liggen. Misschien ga ik hem doorverkopen of zo, weet ik veel. Dat is de Karate Kid 1 en 2. Dat was 1 euro op Blu-ray, dus ik kost dat zeker niet laten liggen. De max of films. Dan de volgende film was ook 1 euro, met Nicolas Cage. Dat is de film Trapped. Voilà, op Blu-ray. Weet ik ook totaal niks van. Dan de volgende film is een klassieke, heb ik ook nog nooit gezien, met Steve McQueen. Dat is Bullet. Voilà, was ook 1 euro. Dan de volgende Blu-ray was 50 cent. Dat was Dead Space Downfall. Ook nog nooit gezien. Voilà. En de volgende film was 1 euro met Denzel Washington, Rami Malek en Jared Leto. Dat is The Little Things. Voilà, zie. Dus dat waren al de films. Nu heb ik nog een paar andere items dat ik moet tonen.
Dus het eerste is een Disney Infinity popke van Guardians of the Galaxy. Voilà, ik weet niet of je de dien kunt zien. Als ik hem zo misschien in okay. Nee, dus, maar je weet wel over wat ik het heb. Voilà, zo kun je hem een beetje zien. Voilà. Die was 50 cent. Dan heb ik 3 boeken gekocht van Star Wars. Maar 3 kinderboeken eigenlijk. Die waren alle 3 tezamen voor 2 euro. De eerste is een zoekboek, voilà, van Star Wars. En dat is zo een beetje like, hoe noemt dat? Finding Wall-E? Is dat Wall-E of zo? Ik weet niet meer hoe dat noemt. Dus hier heb je een tekening. Hier staan er figuren op. Of tekeningsjes op. En die tekeningsjes staan hier ergens op. En je moet ze zo rap mogelijk vinden. Voilà. En zo zijn er een paar pagina's dat je kunt ja, dat doen. Voilà. Zo. En dus nog altijd voor die 2 euro was dan Vader Collector's Pack. Ook van Star Wars. En dat waren eigenlijk dan 3 boekjes die erin zaten. 3 kinderboeken. Maar dat is voor Maurice, voor te leren lezen of voor beter te leren lezen. En het is best interessant, want Star Wars is interessant. Dus er zitten zo allemaal verhaaltjes in van Vader, Darth Vader. Dus voilà. Kijk, het Darth Vader's kleine prinses. Vader's beste vrienden. En welterusten Vader. Voilà. Dus dat zat ook bij die 2 euro. Moest je dat nieuw kopen, dat dat allemaal veel geld kost. En dan nog een boek, Star Wars Jedi Academy, van Jeffrey Brown. Voilà, en dat is ook, dus eigenlijk, ja, een volledig boekje met like, striptoestanden in, weet ik veel. Allemaal om te lezen. En dat is allemaal voor Maurice, voor mijn petekind. En had dat wel een keer bekijken. Dus die 3 boeken voor 2 euro. Dan, het volgende was 50 cent. Is eigenlijk voor mijn pa, omdat hij alles verzamelt van Batman. En dat was een comic, Batman and Robin. Voilà, die heb ik ook gevonden. Voor 50 cent zat nog volledig in plastic. En het volgende, dat vond ik wel zot dat ik dat gekocht heb. Nieuw kost dat 54 euro. Ik heb in totaal 8 euro betaald. Ze vroegen 10. Ik heb afgeboden na 8. En het was in orde. En dat is de Marvel Encyclopedia. Updated and expanded. Voilà. Die dikke boek kost nieuw 55 euro. Dus ik heb hem mee voor 8 euro. Dus hier staat eigenlijk alles in. Over elk figuur staat heel de uitleg in. Ja, van wie, wat, waar, herkomst en weet ik veel. Voilà. Dus dat was alles wat ik gekocht heb. Het was zeker de moeite. Morgen gaan we weer naar een andere rommelmarkt. Waar is het weer? In Lendeleden. Dus ik ben ook een keer benieuwd of we daar veel gaan vinden. Maar dat is zorgen voor morgen. Dus ja, allemaal bedankt om te kijken. Like de video, abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer voor een nieuwe dag, voor een nieuwe video. En dat zal morgen zijn dan. Goed, oké. Allee, salutjes hè. Yo. Ah ja. Salut.